Wat leert de kerkelijke seksuele moraal? Zuiver biologisch gezien is seks een daad van de voortplanting. Als waarachtig menswaardig handelen moet seks daarnaast ook een uitdrukking van liefdevolle zelfgave zijn, een uiting van het zichzelf schenken. Dat hebben we in de vorige aflevering vastgesteld. En omdat seks daadwerkelijk met geven te maken heeft, is het volgende van belang. Een geschenk heeft namelijk twee essentiële eigenschappen. Een geschenk is voor altijd en een geschenk wordt volledig gegeven. Als ik deze eigenschappen van een geschenk in de seksualiteit van de mens negeer, dan vernietig ik de betekenis van de seksuele daad als een uiting van zelfgave. Dat betekent, ten eerste, seks kan geen eerlijke uitdrukking van zelfgave zijn als ik niet van plan ben. Om voor altijd bij deze partner te blijven. Een one-night-stand, een affaire, een tijdelijke relatie en wat experimenteren vernietigen de betekenis van seks als een uiting van liefdevolle zelfgave. Seks heeft dus zijn plaats in een relatie waarin het zich voor altijd geven echt eerlijk gemeend en serieus genomen wordt. Wat voor soort relatie is dat? Dat is het huwelijk tussen man en vrouw. Want als ik huw, beloof ik plechtig voor God en de mensen dat ik de ander wil liefhebben en waarderen, al de dagen van mijn leven. Ik wil mij aan de ander geven, voor altijd. Daarom hoort seks binnen het huwelijk thuis. Ten tweede, een geschenk wordt volledig gegeven. Voor seks houdt dat het volgende in: ik schenk mijzelf als mens, zoals ik ben, als man of vrouw. Met mijn man zijn of mijn vrouw zijn. Dit omvat ook mijn vruchtbaarheid, die ik als biologisch wezen heb. Hoewel de voortplanting niet de enige betekenis is van de seksualiteit van de mens, ligt deze wel in de aard van de handeling. En als ik deze vruchtbaarheid bewust blokkeer, dan is dit zich volledig geven er niet meer. Dat is ook de reden waarom de kerk kunstmatige anticonceptie afwijst. Kunstmatige anticonceptie tast de betekenis van de seksuele daad aan als een echte, volledige zelfgave en daarmee de betekenis van geschenk. Kunstmatige anticonceptie is dus uitgesloten. Maar er zijn verschillende, ook zeer moderne, methoden van natuurlijke gezinsplanning die wel toegestaan zijn. Daarbij worden de vruchtbare en onvruchtbare dagen van de vrouwelijke cyclus bepaald. Wanneer de liefde voor de echtgenoot, echtgenote of voor de kinderen er vanwege ernstige redenen om vraagt, kan de natuurlijke methode worden benut om een zwangerschap te voorkomen. Het verschil met kunstmatige anticonceptie is dat de natuurlijke gezinsplanning de natuurlijke vruchtbaarheid van de mens niet vernietigt, maar die respecteert zoals die is. Oké, okay, tot zover dit onderwerp. Nu zijn er natuurlijk ook nog andere gebieden van seksualiteit. Maar als je de redenering over de liefde hebt begrepen, begrijp je ook de leer van de kerk met betrekking tot masturbatie, pornografie of homoseksuele handelingen. De kerk beschouwt al deze dingen in het licht van de werkelijke betekenis van seks. Want seks is bij mensen niet zomaar een bevrediging van de driften, maar een daad van de mens als persoon. Seks drukt uit dat je jezelf schenkt. Volledig en voor altijd. Wanneer dat wordt genegeerd, vernietig je de liefde. En daarmee uiteindelijk de menselijke waardigheid.